Dag allemaal, goed jullie te zien. Welkom, Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cwowi.eu. Goed, zoals jullie weten natuurlijk, is het vandaag Goede Vrijdag. En bij Goede Vrijdag denken we aan het sterven van Jezus, aan hoe hij stierf aan het kruis voor ons en hoe zijn bloed vergoten is voor ons. En daar wil ik het met jullie vandaag over hebben, wat het bloed van Jezus deed en wat de Bijbel zegt waar het bloed van Jezus voor bedoeld is. Goed, eerst wil ik met jullie even gaan naar Johannes om die laatste momenten even te lezen toen Jezus aan het kruis ging. Johannes hoofdstuk 19, vers 28. Daar staat dat Jezus wist op een bepaald moment dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden. Dat vind ik geweldig. Hij kende de schrift zo goed en hij wist ook, nu heb ik alles gedaan. Alles wat in het Oude Testament, wat allemaal over hem geprofeteerd was, alles heeft hij vervuld in zijn leven. Toen zei hij mij dorst en dan kreeg hij wat zure wijn op een hyssopstengel. En dan staat in vers 30, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Het is niet zo dat hij stierf omdat hij zo erg verwond was. Maar hij zelf gaf de geest. Hij overleed pas. Hij stapte uit zijn lichaam, kun je zeggen, op het moment dat hij wist dat alles volbracht was. En het woord volbracht is interessant, want het is in het Grieks het woord, moet ik even opzoeken, tetelestai. En dat werd in die tijd gebruikt door als er een oorlog was, een Romeinse of een Griekse officier, die verklaarde dat de oorlog gewonnen was, dan riep hij tetelestai, de strijd is over, nu gaan we de buit nemen. Dat was het woord tetelestai. Dus dat is wat Jezus niet alleen volbracht, maar de strijd is over, het is volbracht en nu is het tijd om de buit te nemen. En Colossenzen 2 vers 15 refereert daar eigenlijk naar, want daar staat Colossenzen, eventjes kijken jongens, heb ik hier, 2 vers 15, daar staat, hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. In de Griekse Bijbel staat, of in de Engelse Bijbel staat hij inderdaad dat hij spoiled. He disarmed or he spoiled de overheden en de machten. Hij heeft ze genomen, want de strijd was gewonnen. Dus het enige wat overbleef was de buit bij elkaar te halen. En dat is wat Jezus inderdaad gedaan heeft. Maar dat hij alles volbracht heeft, een van de dingen waarvoor hij naar de aarde kwam, was natuurlijk om de weg te banen naar de Vader. Om ons weer terug te brengen naar de Vader. Wat hij zegt in Johannes 14, vers 6, van ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg om in de hemel te komen, om naar God de Vader te komen, dan door Jezus Christus. Dan te geloven in hem, Romeinen 10 vers 10. Indien je met je hart, met je mond beleeft en met je hart gelooft dat Jezus opgestaan, dat hij leeft en dat hij opgestaan is uit de dood, dan zul je behouden worden. Dat is de enige manier. Er is geen andere weg naar de hemel. Niet je goede werken, niet yoga doen, niet Boeddha, weet ik veel. Er is één weg naar de hemel. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Goed, Efeze noemt eventjes in hoofdstuk 1 van wie wij waren, van voordat we hem leren kennen. Daar staat, we waren dood, geestelijk dood door overtredingen en zonde. En dan staat er in vers 21, vers 12 en 13 geloof ik, even kijken, we waren vreemd, we waren zonder hoop en zonder God in de wereld. Zie je dat om je heen, mensen die zonder hoop zijn en zonder God? En vers 13 zegt, maar thans in Christus, Jezus, zijn we waren eerst veraf, maar nu zijn we dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Door wat Jezus stierf, hij betaalde een prijs en daarom zijn we dicht bij de Vader gekomen. Hij was de weg naar de Vader. Efeze hoofdstuk 1, als je daar toch wel bent, ga daar even naartoe, vers 7. Daar staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. We hebben verlossing door zijn bloed en vergeving. Vergeving wil zeggen dat iets volledig weggevaagd is, dat het er niet meer toe doet, niet meer naar gerekend wordt, dat het is alsof het er niet meer is. Dat is vergeven. En als je even gaat naar Titus, als je even ik denk dat je even bij Efeze 1 moet blijven, ik weet het niet zeker meer, maar Titus, hoofdstuk 2, vers 14, dat zegt, hoofdstuk 2, vers 14. Hij, Jezus Christus, die zich voor ons heeft gegeven
om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, om ons vrij te maken. Dat woord vrij te maken, dat is in het Engelse woord redeem. En wat we net lazen in Efesius, de verlossing, dat is ook het Engelse woord redeem. Dus eigenlijk hier staat het om niet alleen ons vrij te maken, maar om ons te verlossen van alle ongerechtigheid. En als je dat woord opzoekt in het Griek, is het een heel bijzonder woord. Het is het woord lutro. En ik wil met jullie ietsjes lezen uit een dik boek wat ik heb. Dat heet Sparkling Gems from the Greek, van Rick Renner. Het is in het Engels. Heel dik boek. Je hebt twee volumes, twee boeken, nummer 1 en 2. Dit is nummer 1. En hij legt het Griekse woord uit, redeemed, verlost of vrijgekocht. Hij heeft het erover, je moet begrijpen de historische wortels, hoe dat woord gebruikt werd. Dus in die Nieuwtestamentische tijd, je weet dat er slaven waren. Slaven konden heel kostbaar en heel duur zijn. Dus als er een slavenmeester was die een nieuwe slaaf nodig had, ging hij naar de slavenmarkt. En dan keek hij daardoor al die gangen heen. En hij was op zoek naar die slaaf die hij nodig had. En waarvan hij dacht, dat is een goede slaaf. Dus als hij dan iemand had gezien, dan ging hij daar naartoe om hem te inspecteren hoe zijn conditie is. Zoals wij ook doen als je een nieuwe auto koopt. Hè, dan ga je even rond die auto lopen, je kijkt erin, je rijdt ermee. Maar en zo deed zo'n slavenmeester dat ook. Hij ging ook die slaaf fysiek slaan slaan eigenlijk. Om te zien hoe hij reageert op zware condities en dingen. Hij opende zijn mond om te kijken hoe het met zijn tanden was, hoe zijn fysieke gezondheid was. En als hij dacht, oké, alles is oké, en die lijkt me perfect voor mij. He, dan ging hij verder eigenlijk naar de tweede fase en dan wilde hij dat kopen. Nou, die slaaf werd dan geplaatst op een soort veilingblok, zeg maar, zodat iedereen hem kon zien. Maar de slavenmeester was natuurlijk ook niet gek, dus je dacht, hey, iemand heeft interesse in die slaaf. Dus als er interesse was, nou, dan was dat voor hem een signaal dat de prijs voor die slaaf omhoog ging. En zeker als er dan meerdere mensen waren die slaaf wilden, werd die prijs steeds hoger en hoger. En maar dit woord, het gaat erover dat degene die dan die slaaf uiteindelijk kocht, die was bereid om de allerhoogste prijs ervoor te betalen. Want die veilingmeester wist ook wel, oké, er is belangstelling voor. En hij vroeg een prijs die eigenlijk buitenzinnig was en niet normaal. Maar die prijs werd betaald voor die slaaf, omdat die slavenmeester zijn oog op die slaaf had gezet. Maar dat woord werd ook gebruikt voor iemand anders, zeg maar. Iemand anders die een hart had en die zorgzaam en die compassie had voor die slaven. Die kon ook naar de slavenmarkt gaan. En die kon ook een slaaf uitkiezen en kopen. Niet met het doel om hem te gebruiken als slaaf, maar met het doel om hem vrij te kopen. Dus wat hij dan deed, en hij zag die slaaf en hij wilde die slaaf en hij betaalde de allerhoogste prijs van. Dat was met het enige doel om hem vrij te kopen uit die slavenmarkt. Zodat hij geen slaaf meer zou zijn. En dat is wat Jezus deed. Die slavenmarkt, kun je zeggen, dat is de wereld. Hè? De wereld is onder de invloed van Satan. Satan is de God deze wereld. En dan om ons vrij te maken, moest God iets doen. Hij moest het legaal doen. Hij moest het wettig doen. Hij moest het kopen. En hij heeft ons vrij gekocht door zijn kostbaar en dierbaar bloed. Hij ging zo ver dat hij er alles voor wilde doen. Hij de hoogste prijs wilde betalen. En hij had zijn oog op jou, omdat hij jou wilde vrijkomen. Omdat hij jou wilde hebben. Omdat hij niet wil dat jij nog steeds gebonden bent, hè, door de boze en hopeloos en zonder God. Nee, maar dat je gekocht bent en dat niet alleen, maar dat je naar God de Vader kan gaan. Nu al. En straks ook in eeuwigheid natuurlijk. Maar niet alleen straks, ook nu een relatie mag hebben met God de Vader. Goed, dat is dus het woord verlost of vrijgekocht. Romeinen 5 vers 9, daar staat dat wij gerechtvaardigd zijn door het kostbare bloed van Jezus. Gerechtvaardigd wil zeggen dat je vrij bent van alles wat tegen jou was. Hè? Dat je recht gemaakt bent. Dat het is alsof jij helemaal niets meer had en wat het toe doet. En je bent gerechtvaardigd. Colossense 2 vers 14, daar waren we net ook even, maar nu vers 14. Hij zegt, daar staat, hij heeft al onze overtredingen, alles wat we fout gedaan hebben, heeft hij kwijtgescholden. Waardoor, waarom, of hoe? Door het bewijsstuk wat tegen ons getuigde. En er was een bewijsstuk, dat heb je fout gedaan. In die dingen heb jij Gods wet niet gehoorzaamd. Daarin heb je het gemist. Alles wat tegen ons was, tegen ons getuigde, staat, heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.
Wauw, hij nagelde het aan het kruis en het doet er niet meer toe. Hij heeft al die schuld die jij had en die jij eigenlijk zou moeten betalen, al die dingen waar jij aan had moeten voldoen, daar heeft hij aan voldaan. En de Bijbel zegt, in zijn dood zijn wij in Christus. Het was alsof jij daar was in hem. En mensen zeggen, het is niet eerlijk dat iemand anders voor mij stierf, want ik moet sterven voor mijn eigen zonde. Nee, dat kon je niet, want jouw bloed is zondig. Het moest iemand zijn die zonder zonde was. En Jezus was zonder zonde en zijn bloed was zonder zonde. Daarom is het zo kostbaar bloed. En daarom was hij de enige die kon betalen voor jouw zonden. En zodat jij het niet meer hoeft. Maar de Bijbel zegt, het was alsof jij in hem was. Alsof je in hem gestorven bent, maar ook straks in hem weer opgestaan bent. 1 Petrus 1 vers 19 zei, we zijn vrijgekocht met het kostbare bloed. Handeling 20 vers 28 noemt dat hij ons verworven heeft door zijn eigen bloed. Openbaring 1 vers 5 zegt, hij heeft ons uit onze zonden verlost door ons bloed. En dan heb je nog Hebreeën. Hebreeën is ook even goed om te lezen. Hebreeën 9 vers 12. Daar staat, niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed is hij eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Niet de verlossing voor eventjes, maar voor eeuwig. Dat heeft hij verworven, dat heeft hij gedaan door zijn kostbaar bloed. Dat is waar het bloed van Jezus voor bedoeld is en waar hij zijn bloed voor vergoten heeft. Zijn bloed is niet tegen demonen, tegen duivels. Zijn bloed is niet om een bloedlijn te trekken om jouw huis of jouw huis te beschermen voor invloeden van de boze. Nee, nee, nee. Zijn bloed wordt nooit gebruikt tegen dingen van de boze. Hoe kan dat? Zijn bloed is zo kostbaar en zo heilig. Er is één doel voor het bloed van Jezus. Dat is dat het betaalde voor jouw zonden. En dat hij jouw eeuwige verlossing verworven heeft. Wat hebben we dan wel tegen de machten van de boze? En om ons te beschermen tegen eventuele invloed. Dat is de naam van Jezus. Dat is de naam boven alle naam. Die Jezus gekregen heeft nadat hij gestorven is. Maar daar gaan we volgende keer over praten. De naam van Jezus, de naam boven alle naam. Goed, ik hoop dat de zegen was. Heeft een fijne vrijdag en een fijn Pasen. En tot dan.